Een belangrijk onderdeel in het hoofdstuk voor de zuren en de bazen gaat over het berekenen van pH van stofklassen. Bij dit onderdeel krijg je altijd de naam van een stof, ook de chemische notatie en concentratie van die stof. En dan verwacht ik van jou dat je antwoordt op de volgende vraagjes. Om welk soort stof gaat het in dit geval? Wat doet die stof als je ze in water brengt? Gaat dat dissociëren of ioniseren? Dat zijn de twee mogelijkheden. Welke reactievergelijking vind je terug? En in sommige gevallen kunnen dat er twee of meer zijn. En als laatste is het dan bereken de zuurtegraad. Altijd de pH, nooit de pOH als eindresultaat. Over welke soorten stoffen gaan we het hebben? We gaan het hebben over sterke zuren, afgekort SZ. Sterke bazen SB, zwakke zuren ZZ, zwakke bazen ZB en als laatste de zouten. We starten met categorie 1, de sterke zuren. Misschien een paar vraagjes vooraf. Hoe herken je eigenlijk een zuur? Nu, vorig jaar had je een lijstje met allemaal zuren op. Fosforzuur, zwavelzuur, waterstof, chloride en zo verder. Ze beginnen altijd met een H en eindigen op een zuurrest, maar in dit geval bij ons, we hebben een lijstje, een tabel met alle zuren en bazen in. De linkerkolom vormt een zuur en als een sterk zuur helemaal bovenaan te vinden is, dan hoort hij bij deze categorie thuis. Dus een sterk zuur, de 7 sterke zuren uit de lijst. Alle zuren gaan trouwens ioniseren in water. Ze reageren dus met dat water om op die manier ionen te vormen. Dan heb je van de eerste keer het antwoord op het voorlaatste vraagje. En sterke zuren reageren aan 100%, dus helemaal volledig, in een aflopende reactie. De 4 vraagjes A, B, C, D aan de hand van een voorbeeldje. Waterstofchloride, HCl. 0,1 mol per liter, dus een standaard formulering voor de opgave. Altijd krijg je die onder die vorm. En waterstofchloride is inderdaad een sterk zuur, staat mooi in de lijst. Helemaal bovenaan, in dat bovenste blokje. En alle zuren doen aan ionisatie. Ionisatie, dat was reageren met water om ionen te vormen. Als waterstofchloride dat doet, dan staat waterstofchloride een proton af aan water. Dan krijg je zijn geconjugeerde base, zijn zuurrest als je wil, en hydronium. En we doen dat aan 100%. Alle waterstofchloriden gaan dat allemaal doen. Vraagje D. Hoe bereken je dan de zuurtegraad? Via een manier die we eigenlijk al een beetje kennen. We starten altijd met de linkerstoffen. In ons geval 0,1 mol per liter. We werken dus niet in mollen, maar in mol per liter, in concentraties, onmiddellijk, want dat is ook de opgave. En we starten nooit met rechterstoffen. 100% reactie, alle HCl verdwijnt en zet om in chloriden en hydronium. En wat voor ons vooral belangrijk is, dat is hoeveel van die hydroniums zijn er nu gemaakt. Dat is de waarde die we nodig hebben. Want eens we die waarde kennen, moeten we enkel nog maar minder logaritme doen, en dan hebben we de zuurtegraad gevonden. Dus de waarde voor hydronium is gekend, min de logaritme van die concentratie, min de logaritme van 0,1 in ons geval, dat is een pH van 1. Zeer zuur. We zitten ook in de categorie voor de sterke zuren. Dus sterke zuren, al bij al vrij eenvoudig. Het komt er hierop neer dat de hydroniums die we maken gelijk zijn aan de waarde voor het zuur bij het begin, 0,1 mol per liter. Categorie 2, sterke bazen. Sterke bazen, hoe kan je die herkennen? In onze tabel vinden we een aantal sterke bazen terug, maar wij herleiden die tot maar één soort en dat zijn bij ons de hydroxiden. Hydroxiden, dat ken je ondertussen al qua stofklassen. En hydroxiden zijn ionverbindingen, metaal- en hydroxidegroepen, en die doen altijd aan dissociatie. Dus sterke bazen gaan dissociëren, en ze dissociëren altijd volledig. Dus in welke mate gebeurt dat? Aan 100%. Daarom zijn het ook sterke stoffen.
Duidelijker aan de hand van een voorbeeldje, natriumhydroxide en woorden, ook in symbolen en een concentratie krijg je. Is dat een sterke base? Ja, want het is een hydroxide. Hydroxiden zijn onze sterke bazen. Ze doen aan dissociatie. En in ons geval houdt dat in dat natriumhydroxide dissocieert in zijn ionen natrium plus en OH-. Hoe berekenen we dan de zuurtegraad? Zelfde manier, een tabelletje. We starten met 0,01 mol per liter, want dat staat in de opgave. En dissociëren is aan 100%. Alles zal dus splitsen. In natrium plus en OH-. En bij ons is vooral de OH-concentratie van belang. De hydroxiden zijn met 0,01 mol per liter. Waarom zijn dit de belangrijkste? Zij leiden tot de pOH, min de logaritme van die hydroxiden. In ons geval is dat dus 2. En dan moet de pH gelijk zijn aan 12, want pH en pOH zijn samen altijd 14 waard. Dus 14 min de pOH, dat is dan de zuurtegraad. Op de schaal is dat de redelijk basis. De schaal van 0 tot 14 zitten we bijna bovenaan. Het zijn ook sterke bazen, dus dat is een logisch besluit. Alle hydroxiden werken dus op dezelfde manier. Berekening, in ons geval, er worden evenveel hydroxiden gemaakt als dat er bazen waren bij het begin. 0,01 mol per liter in ons geval. Er is maar één bemerking. Let op met metalen uit de tweede groep. Zij hebben niet één OH-ion, maar hebben twee OH-ionen. Dus, een beetje in rekening brengen. Ik laat er twee blaadjes terug. Dan zouden daar twee OH-min staan. En dan moet je de concentratie dus verrekenen volgens de coëfficiënt 2. Hydroxiden met metalen uit andere groepen zijn veelal onoplosbaar. Veelal, je kan er eentje tegenkomen. En dan zijn die in beperkte concentraties in water gebracht en dan zijn die nog wel splitsbaar. En de andere sterke bazen, zoals de oxiden, behandelen wij dus niet, ook de aminen niet. Die bestaan wel, maar die zijn voor eventueel volgend jaar. Tot zover de sterke bazen.